doodbloed. Doodbloed dat er al eer geschreven had voor een bezoek aan de vrijwillige zwarte Sint Queen Nicola. Vriendinnen van Hassassassassassa. Bij ons hier de president van de Gentse Sociëteit. De 41ste handjes worden hier, de Gentse handjes, in de Minaar uitgereikt. Vandaag zijn er iets meer, dacht ik. Ik dacht dat er nu 4 waren. Ja, normaal gezien zijn er maar 3. Maar op Lustrum, Veringen. Hè, we zijn eigenlijk verleden jaar in november, dus toen exact 40 jaar. En we hebben heel dat jaar tot een feestjaar uitgeroepen. Dus, maar het is eigenlijk de 41ste uitreiking. En we beginnen zoals hij ook aan te weten hoe dat hij hier zit. Wat zijn de laureaten voor dit jaar? Ilio Keijsen. Eigenlijk wel een hele eer om in deze lijst te mogen plaatsnemen. Dus ja, we zijn er wel blij mee. Het doet wel iets ook, hè. Het gebeurt in de Minaar. Dus het betekent toch wel dat hij inderdaad als Gentenaar toch iets betekent voor al deze mensen. Ja, en zeker voor de organisatie die erachter zit. Ze hebben een beetje de geschiedenis erachter verteld. Dus het is zeker een heel mooi initiatief. Ze zijn ook altijd op zoek naar wat jongere mensen, afgewisseld met... want ik ben natuurlijk nog bij de jongeren die deze erkenning in ontvangst mogen nemen. Dus ja, het doet zeker iets. Ik ben er heel, heel blij mee. Tina de Gent. Ja, ik denk dat Gentse handjes de schoonste prijs is dat je in Gent kunt krijgen als Gentenaar. En ja, een enorme erkenning voor het werk dat wij met heel veel al een aantal jaren doen rond onbekende geschiedenissen, rond verborgen geschiedenis, rond migratiegeschiedenis, een geschiedenis van de 19e eeuwse gordel. Dus ja, geweldig feest eigenlijk voor ons. Dirk Pauwels, theaterman, hè, directeur nog geweest van Theater in Nieuwland. En toen zijn we als laatste, Johan van de Wielen, maar die ligt voor een man in het hospitaal.